Ja. Ga dan. We zitten samen om speeldag 29 te analyseren. En er was dit weekend weer heel wat te doen rond de arbiters in deze cruciale fase van het seizoen. Ja, dat is waar. Vooral in de wedstrijd van Standaard. Met die buitenspel dat een beetje te ver was. Vijf standaard mannen. Ja, maar oké. Okay. Nu hoor ik dat Doury en Massou zijn echt boos voor die beslissingen. Maar ik denk dat Charleroi en Soudewaren hadden in eigen handen die kans om die zesde plek te pakken. En met veel wedstrijden thuis en met veel punten die ze hebben verloren. En nu ze spraken over een beslissing van de arbiter. Natuurlijk, dat is pijnlijk, maar ik denk dat is een beetje te gemakkelijk. Ja, het is niet op basis van één match dat je play-off 1 misschien niet gaat halen. Ja, ik ben zeker van. Ja. Het is op basis van 30 wedstrijden. En ik denk dat Soult en Charleroi hadden te veel kansen om zelf nu voor een wedstrijd van voor het einde van de reguliere competitie die zesde plek houden. En nu is het een beetje moeilijk, want Standaard heeft ze in eigen Ja, handen. denk je dat ze het gaan halen volgende week? Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Allee, ik verander van opinie van mening elke week, maar ook omdat de competitie is echt zot. Dit jaar is ongelooflijk. Maar allee, nog over de arbiters. Je weet dat de laatste weken ze maken veel foutjes en de ene week kan voor uw ploeg zijn en de andere tegen uw ploeg. Dus dat is een deel van onze job. Ja, op de eind van eindbalans is het waarschijnlijk wel min of meer in evenwicht. Hè? Een paar beslissingen voor, een paar beslissingen Ik denk dat wel. tegen. Ik denk dat wel. Maar ik kan begrijpen frustratie van de trainers, maar ik denk dat ze moeten een beetje meer op zijn eigen club Ja. kijken. Nog kort onderin, hè? Nog drie kandidaten om te zakken. Dat de eerste Westerlo, maar ook Leuven en nu ook Sint-Truiden dan nog heel dichtbij komt. Wie denk je dat het niet zal halen? Nee, voor mij de verrassing was Mouscron. Ik dacht dat Mouscron was de kandidaat nummer 1 om te degraderen, maar ze hebben 3 punten tegen anderen gepakt en nu is tussen Westerlo, Sint-Truiden of Leuven. Ja, ik blijf met mijn mening en ik hoop dat Leuven blijft in de eerste klasse. Natuurlijk, nu Westerlo zit in slechte papieren, maar ik weet niet meer wie gaat degraderen, echt Okay. waar. Dan gaan we het samen zien wie dat het uiteindelijk volgende Ja. week wordt. Okay, bedankt.